Ik ben der Velde, een tekenaar, denk ik, als ik me dan toch zou moeten omschrijven. Of tekenen maakt een uh, groot deel uit van, van, van wat ik dagelijks doe. Een raad geven of zo aan, aan andere tekenaars is, is vaak moeilijk omdat ik geloof in, in een soort eigenheid van, van de kunstenaar. En niet geloof in, in uh, levenslessen of in, in uh, wijze raad of zo. Ik denk, um, dat dat juist het bijzondere is aan, aan, het, aan het medium tekenen, dat er bijna geen enkel medium zo direct is en zo direct de eigenheid van een kunstenaar toont als, als dat medium tekenen. Dus eigenlijk is dat het mooie aan, aan het medium zelf, die, de pure eigenheid en de pure authenticiteit die, die, die voelbaar wordt of, of zichtbaar wordt in het werk van, van een tekenaar of van, 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 een, van een tekenende kunstenaar. Ja. En dat maakt de tekenkunst zo mooi voor mij. Ja. Ik ben eigenlijk opgegroeid in een klein dorp net buiten Leuven, uh, Haasrode. Dus er was eigenlijk niet veel te doen. Uh, mijn ouders zijn ook niet, zitten niet in de kunst of zo. Dus, uh, ja, mijn vader is een ingenieur, mijn moeder een, een lerares. Dus wij kwamen wel in aanraking met kunst, maar meer zoals de modale opgroeiende jeugd in, uh, in België, denk ik. Uh, die daar af en toe op reis gaan en dan wel eens naar een museum gaan of zo. Maar er was geen grote interesse of zo in kunst. En, um, als kind teken ik ook niet bijzonder veel. Uh, ook weer heel middelmatig. Uh, ik was geen bijzonder getalenteerde tekenaar. Of het is niet zo. Je leest vaak in biografieën van kunstenaars, op z'n vier was het al duidelijk dat hij ongelooflijk veel talent had ofzo. Dat kan ik jammer genoeg niet vertellen hier. Maar um, wat ik me wel herinner is dat ik uh, een burenjongen had die dat talent wel had, hè, die ongelooflijk kon tekenen. Hè. Die, uh, ik, en ik keek daar ongelooflijk graag naar. Dus ik, um, ik zag die voor een wit blad papier zitten en die begon lijnen te zetten. En, op een of andere manier ontstond daar iets uit. En na vijf minuten had ik door dat hij een robot had getekend of een, uh, of een zeeschip. Of, ja, hè. Dat waren natuurlijk kinderlijke tekeningen, maar die waren knap getekend. En dat was een soort magie dat ik uh, naar aan het kijken was. En dacht van, ongelooflijk dat die gast dat kan uit zijn hoofd tekenen. Ja. En dat was een beetje zo, voor mij dacht ik toen van, ja, ik wil dat ook kunnen. Uh, en ik denk dat dat ook een soort talent is. Hè, dat je, Iets echt wild kunnen. Uh, en dan ben ik eigenlijk beginnen tekenen op mijn, op mijn 14, 15e of zo. Dan heb ik gewoon heel, heel veel getekend en heel veel gestudeerd totdat ik dat kon. Uh, dan ben ik, um, heb ik modeltekenen gevolgd bij iemand in het dorp. Uh, zo, hè? Omdat wij in dat dorp opgroeiden en er was ene kunstenaar in dat dorp, zo'n beetje de, de enige kunstenaar van het dorp. En dat was een beeldhouwer en die gaf modeltekenlessen. En ik kwam daar en ik begon te tekenen en die zei van, ja, eigenlijk kreeg je daar wel aanleg voor. Hè? En, en toen begon bij mij te dagen van misschien moet ik naar de Academie gaan of naar Sint-Lucas zo En die heeft dan mijn ouders kunnen overtuigen van, uh, laat hem maar naar Sint-Lucas gaan. Zo. Dus eigenlijk is dat een belangrijk figuur geweest, uh, omdat ik heb twee oudere broers maar die hebben gestudeerd. Dus dat, dat lag meer in de lijn dat ik ging studeren ofzo. En ineens kwam ik af met... Uh, ja, ik wil beeldhouwkunst studeren. Hè. Omdat die, die leraar in dat dorp was een beeldhouwer was. Dus dat was eigenlijk het enigste dat ik kende van, van kunst. Hè. Was, was iemand die beeldhouwde. Hè. Dus ik dacht van, ik ga dat studeren. En mijn ouders die kwamen uit de lucht gevallen natuurlijk. En die zeiden, het is weer een van zijn veel bevliegingen. Zoals dat ik ooit een skateboarder wou worden of een gitarist of zo En dan kocht ik een gitaar. Maar dan na, na, na vijf maanden deed ik daar niks meer mee. Maar dat tekenen is wel blijven. Ja, dat, was, uh, dat werd een obsessie op den duur ofzo. Ik wou dat echt kunnen en ik denk dat daar uh, ook ja. een groot talent van mij ligt om, om vol te houden en om, om daar, uh, ja. ja daar, ik denk dat het grote voordeel aan, aan, um, aan tekenen, hm, in vergelijking met dan een rockster worden of gitarist worden, is dat je op je, op je kamer hè, als, als tiener dat kunt doen en dat je ook kunt Inbeelden dat je een ongelooflijk goede tekenaar bent. Met een gitaar is dat moeilijk. He. Je pakt die vast en je speelt voor het publiek. En die zien direct van, ja, die kan niks. Uh, en voor mij heeft dat hard geholpen dat ik op mijn, op mijn kamer kon zitten en kon tekenen. En dan niemand dat zag in het begin. En dat, dat ik uh, een soort wereld kon fantaseren waarin dat. Uh, waarin ik genoeg moed had om, om door te zetten of zo en te denken van ja dat is echt iets of, uh, of ik kan daar iets mee doen of zo terwijl die eerste tekeningen er natuurlijk niet uitzagen maar omdat je geen publiek hebt is dat, is dat makkelijker om dat te doen omdat dat heel privé is natuurlijk ja. Ja. ik heb altijd ja, naar waarneming getekend dan in het begin, hè. echt studeren zo en dan zat ik in bad en dan tekende ik de badkraan, dat was wel mijn eerste tekening denk ik en dan begon ik ook van foto's te tekenen, natuurlijk, uh, dingen die mij inspireerden. Maar ik tekende ook veel dingen na. Ik heb veel Basquiat aangetekend en um, impressionisten en zo. Dus eigenlijk, omdat ik geloof dat, dat wij als mens zo studeren door, door te kopiëren, eigenlijk. En dat dat een, een hele goede manier is om, om iets eigen te maken, iets te kopiëren. En dat is iets dat ik nu nog altijd doe eigenlijk. Als ik, Iets heel straf zien, een hele straffe schilder of zo, dan teken ik dan nog altijd na, rangdieren een paar werken. Dat... Hoe kom je dat toe te eigenen ergens en om te begrijpen wat dat die doen? Ik hoorde ook een goed verhaal van Jan Hoet, als hij een tentoonstelling maakte, dat hij vaak dat werk, s'avonds als hij thuis was, kopieerde. Hoe kom je dat werk te, te begrijpen eigenlijk? En om, om, om te zien hoe dat, dat gemaakt is. Dat is het meeste van de tijd zit ik hier alleen in mijn atelier. Hè. En is dat iets. Ja, dat is niet eenzaamheid, Solitair is een beter woord, denk ik. Uh, ja. uh, omdat eenzaam klinkt zo heel negatief en alsof dat, dat een soort um, last is of zo. Ja. Maar natuurlijk, als je, je moet geen belend kunstenaar worden om op een podium te staan. Want ja, je hebt een paar openingen per jaar. Hè. Maar eigenlijk is dat, is dat niet het leukste dat er is. Ik ben het liefst van al hier in mijn atelier, in die. Uh, alleen en aan het werken daarover gaat. Het gaat niet over, denk ik altijd, als je toe voor die paar momenten dat, dat je naar buiten kunt komen en, en uh, publiek kunt zien. Dat werkt niet. Ik maak dat echt voor, voor mezelf eigenlijk. Uh, ja. Dan ben ik naar Sint-Lucas gegaan hier in, uh, in Antwerpen en heb ik beeldhouwer gestudeerd, omdat ik dan die, die beeldhouwer kende en omdat eigenlijk mijn kennis van de kunstgeschiedenis toen, ik was 16, 17 jaar, niet verder ging dan Rodin. En, uh, dus dan dacht ik van ja, zo zie ik mijn eigen... Uh. Ik had foto's gezien van Rodin in zijn atelier, die, die aan die grote beelden aan het was. En natuurlijk, je bent een jonge gast en dat, dat trekt u aan, dat is een soort romantisch beeld. En ik dacht, ah ja, zo leeft een kunstenaar, hè? Uh, dat wil ik ook doen. Dus dan ben ik dat gaan doen. En ik denk dat veel kunstenaars op zo'n rare manier Beginnen of door, door een heel klein toeval of zo. Het is ook doordat ik die beeldhouwer in het dorp leerde kennen en dat ik die foto's zag van, van Rodin, dat ik, dat ik mijn leven kon inbeelden, van dat soort leven wil ik, dat soort vrijheid, uh, in een atelier zitten en dingen maken. Ik hoorde ooit een verhaal, denk ik, van Catalan, ook, Catalan, die een foto zag van Frans Klein, die aan het werken was in een loft in, in New York, hè, aan zijn grote schilderij. En die foto. Nee, het is Richard Prince die die foto zag. En die foto um, heeft Richard Prince doen beslissen van ik wil ook een kunstenaar worden. Hè. Dus door het zien van één foto beslist Richard Prince van ik wil, ik wil kunstenaar worden. En ontwikkelt hij eigenlijk een totaal uivere. Hij is een ongelooflijke kunstenaar. Dat helemaal losstaat van Frans Klein. Hè. Maar, en die maakt een, een heel eigen uivere Richard Prince. Maar dat is wel door het zien van die ene foto. Omdat daar zo'n soort... Um, vrijheid of een soort attitude uit kan spreken, uit, uit zo'n foto van een kunstenaar aan het werk. En ik denk dat dat bij mij ook zo was, dat, dat ik een foto zag van, van Rodin in zijn atelier en dacht van, dat wil ik eigenlijk. Uh, want die kwam uit zo'n soort normaliteit, hè, van dat dorpsleven en, en uh, niet echt met kunst in aanraking te komen. Dus dat had iets heel romantisch zo, die, die afbeeldingen die ik zag. Er zijn wel zo verhalen van, ja, je grootnonkel die je kon wat tekenen, maar het is ook niet dat ik daar echt bewijs van heb gezien. Of dat, uh, of dat dan. Uh... Ik ben ook geen familie van Henri van de Velden of zo, jammer genoeg. Dus dat is ook, uh, ik denk niet dat daar zo echt. En ik geloof daar ook op een bepaalde manier. Niet echt in dat dat noodzakelijk is of zo. Ik denk dat er zoveel verschillende kunstenaarschappen zijn. En misschien is er, is er iemand met een aangeboren DNA. Hè? Natuurlijk, Picasso is ongelooflijk getalenteerd als kind. En dat, dat zal heel erg in die, zijn DNA zitten. En in mijn DNA zal ook iets zitten dat specifiek voor mijn praktijk is. Maar ik geloof heel erg in kunstenaars als, als individuen. Hè? En dat ik mijn werk kan maken en dat iemand anders zijn werk maakt. En dat dat fundamenteel verschillend is. En dat dat ook mooi is aan kunst dat, dat ik enkel mijn eigen werk kan maken, eigenlijk. En iemand anders enkel zijn eigen werk kan maken. En wij maken allemaal onze eigen universums. En dat is zo mooi dat dat hyper-individueel is, eigenlijk. En dat je als toeschouwer daarin kunt stappen en kunt, uh, kunt ontdekken wat dat die kunst naar eigen maakt. Uh, en dan is alle kunst goed, vind ik. Zolang dat dat eigen is en individueel. En dat dat echt vanuit een soort authenticiteit komt ofzo. Ja, ik heb toen die keuze gemaakt om, om beeldhouwen te studeren, hè. gebaseerd op zo de, de vroege dingen die ik kende uit de kunstgeschiedenis. Maar natuurlijk begin je dan te studeren en gaat er een hele wereld open En je komt in aanraking met hedendaagse kunst en uh, met modernisme daarvoor nog. Uh, en dat was een hele wereld die zich, die zich opende. Um, en ik ben, ben mij dan heel erg beginnen focussen en, en kijken naar, naar hedendaagse kunst. Hè. Wat gebeurt er dan vandaag en wat zijn de mensen die dat uh, rondom mij leven vandaag maken. Zo. En ik merk dat, dat ik dat zeker de, de eerste tien jaar heb gedaan hè, om dat goed te begrijpen en dat, dat te bestuderen. En dat ik nu meer en meer ook terugkijk naar vroeger, uh, wat dat daarvoor kwam en, en om natuurlijk die grotere context ook te begrijpen. Of zo. Um, maar de vraag van ja, wie zijn dan zo heel inspirerende kunstenaars, vind ik een moeilijke vraag, omdat dat zo'n uh, grote, fascinerende wereld is. Ik, en wat ik daar juist zei, dat van zodra dat iemand uh, heel eigen werk maakt en individueel, vind ik dat ongelooflijk interessant. Dus ik kan even goed van Barnett Newman houden, dan van Paul McCarthy of naar. Uh, ja, Egyptische kunst kijken. Of, eigenlijk zie ik als die kunstgeschiedenis op zich als een soort uh, inspiratiebron. En natuurlijk zijn er mensen die, die mij heel erg aanspreken, omdat die dicht bij mij liggen uh, in wat dat die doen. Hè. Ik, ik hou veel van Rodney Graham bijvoorbeeld, um, ook van een aantal tekenaars waar dat ik mij verwant mee voel. Um, maar ik merk toch ook dat ik veel kijk naar dingen die, die heel ver van mij af liggen. Hè, om, omdat dat juist. Um, een andere. Volgende, ja, dan, ja, en, ja, en soms is het ook minder interessant om, om de mensen op te zoeken die al dicht bij u liggen, zo, omdat je die wereld of die strategie kende. Maar bijvoorbeeld een schilder als Armen Eloyan, die staat mijlen ver van mij af. Maar dat, altijd als ik dat zie, dan, dan denk ik van ja, deze is ongelooflijk. Uh, omdat ik daar veel minder van snap natuurlijk, uh, omdat dan die in mij ziet zoiets. Uh, en dat is iets waar ik me dan ook mee wil omringen, waar ik veel boeken van heb en ook een aantal werken van hem, bijvoorbeeld, heb hier boven bij me thuis hangen. Ik probeer dat, dat dicht bij mij te hebben. Het goede voor mij was om, om, om te studeren dan aan Sint-Lucas: is dat je vier jaar lang een atelier krijgt hè, en met uh, gelijkgestemden eigenlijk uh, um, die school deelt. Hè, dus je hebt andere studenten en je gaat daarmee. In gesprekken. En, en, uh, en je zit eigenlijk allemaal samen iets aan het leren en iets aan het ontdekken en zo. Dus dat, dat geeft wel een drive um, naar elkaar toe. Dus daarin kan onderwijs heel belangrijk zijn. Maar wat dat zeker niet uitsluit, dat iemand anders dat op, op zichzelf kan leren. En er zijn ongelooflijke kunstenaars die, die autodidact zijn of zo. Voor mij was dat goed om, om daar te zitten. Ook al omdat ik toen die keuze had gemaakt om beeldhouden te studeren. En er eigenlijk al snel achter kwam dat 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 romantisch idee, dat ik grote kleie beelden zou maken, hè, gebaseerd op, op die foto's dat ik dan zag van Rodin, dat dat eigenlijk niet mijn eigenheid was en dat ik veel meer uh, interesse had in, in iets lichter als medium. En dan ben ik eigenlijk relatief snel beginnen tekenen en, en uitsluitend beginnen tekenen. En Sint-Lucas in Antwerpen was daarin goed. Je moet wel een keuze maken. Een bepaalde richting die je studeert. Maar als je dan na twee jaar beslist: van Ik wil dat achterwege laten, dan zijn ze ook vrij genoeg om, om te zeggen: Oké, okay, ga dan maar verder in, in dat tekenen. Omdat als 17-jarige, je kunt niet weten wat, dat, ja, wat dat je wilt doen. Een aantal dingen dat ik me herinner is dat ik zo'n groot beeld aan het afgieten was en dat ik dacht van. Hoeveel tijd ben ik nu eigenlijk aan het verkwanselen met uh, mijn met, met pure techniciteit zo, uh, met, met een mal te maken. En, en, um, terwijl dat mij interesseerde om dat beeld <coughs> um, te boetsen. Dan, maar dan kwamen er weken aan een stuk dat je dat moest afgieten. En dat was een heel zwaar en, en langdurig proces. En ik tekende toen al en, en dat vond ik een totale. Um, de openbaring dat dat zo licht was dat ik in mijn atelier kon binnenkomen en gewoon een blad papier kon ophangen en direct kon beginnen. En als dat klaar was, dat gewoon oprollen of onder mijn zeten te leggen. En ik had geen zware productiekosten, ik had geen assistenten nodig. Dat, um, dat, was allemaal, um, dat speelde er allemaal toe dat dat zo aantrekkelijk was voor mij. Omdat als jonge gast natuurlijk weinig middelen. En dat is ook het mooie aan die tekenkunst. Dat dat is een soort basis van alles. Hè. Je kunt je ideeën die je hebt vormgeven op dat papier en dat kost niks. En, en je hebt geen stokage nodig. Dus uh, uh, dat is een van die momenten dat ik dacht van, nou ja, uh, ik ga verder gaan in dat, in dat tekenen. En ik weet nog dat ik toen ook begon na te denken op, op een iets conceptuelere manier van wat dat, dat tekenen dan zou kunnen zijn. En hoe dat tekenen zich verhoudt tot schilderkunst. En dat dat ook heel belangrijk was voor mij, een soort openbaring dat er een soort vrijheid zit in tekenkunst die je niet meer hebt in schilderkunst of beeldhouwkunst. Omdat die geschiedenis van de schilderkunst en ook van de beeldhouwkunst is een heel zware geschiedenis. Hè? Je ziet daar met mensen als Jan van Eyck, en als je dan Rubens en dan James Ensor en, dat heel, ja, en dan zelfs verder nog Richter. Dus, dat zijn heel beladen, uh, zware uh, dat vind ik wel, omdat... Om... Ja, maar in die tekenkunst zit veel meer een soort um, speelsheid in. Of je, de tekenkunst die, uh, is heel lang bekeken geweest als een soort um, medium in de marge. Hè. Uh, wij keken naar tekeningen als een soort voorstudie voor het uiteindelijke schilderij. En de, je ziet dat eigenlijk nog altijd weer spiegeld in de kunstmarkt, waarin dat de schilderijen nog altijd um, recordbedragen halen. En de tekeningen toch altijd... Een beetje stiefmoederlijk behandeld worden en dat is natuurlijk aan het veranderen en er is al veel veranderd uh, de laatste tien jaar denk ik, maar toen dat ik studeerde vond ik dat wel, toen hadden ze de eerste tentoonstelling bijvoorbeeld in het MoMA en dan was dat Drawing uh, New Propositions of zo heette die, Eight New Propositions, en dan dat was een van die eerste tentoonstellingen dat ik me herinner waarin dat ze echt de, de tekenkunst op zich plaatsten als, als autonoom medium. En dat was interessant voor mij, omdat daar een soort grote vrijheid in lag. En ik las toen ook bijvoorbeeld over de familie Caracci. Dat zijn um, renaissance schilders. Dat die een heel uh, traditioneel uiveren aan het opbouwen waren in hun, in hun schilderijen. Hè. Maar dat die daarbuiten ook een uiveren hadden van, van tekenkunst, hè, die veel minder bekend waren. En dat waren een soort grapjes zo, dat die maakten en karikaturen. En dus daarin voelde wel die... Dat daar meer een vrijheid in zit. Hè. Of als je naar die tekeningen van Da Vinci kijkt, van die karikaturen, dat zijn dingen die je nooit in de schilderkunst zou, zou terugzien. Je zou dat nooit terugvinden in, in zijn schilderkunst. Of, in die, um, of als je kijkt naar de tekeningen van Rubens, daar, daar zit meer een element van studie in, of van onderzoek en zo. En dat waren eigenlijk allemaal thema's die mij toen uh, heel erg aanspraken. En ik begon toen ook te denken van ik wil een soort. Um, gespiegeld universum maken in mijn eigen werken, een soort fictieve autobiografie. Dat was de eerste keer dat ik daarover nadacht en ik dacht dat past goed bij dat medium tekenen, omdat ik ga eigenlijk een wereld vormgeven die niet bestaat. En dat leek mij heel erg te passen bij het medium tekenen, want tekenen gaat voor mij over een soort ontwerp ook. Bijvoorbeeld als we, als ze die briquet. Gaan, maken, gaan ze daar eerst een tekening van maken? Wordt die eerst ontworpen als tekening? Dus daarin merkte ook dat, ja, dat tekenen over ontwerp gaat, of over een soort um, uh, iets dat nog niet bestaat vorm te geven. Uh, dat, dat is daar een tool voor. Of zo. En dat heb je veel minder bij, bij, de, bij de schilderkunst. Of bijvoorbeeld, als ik u nu de weg zou uitleggen naar het station, hè, zou ik een tekening, een map maken hè, voor u. En ik zou dat tekenen en zeggen: hier pakte de Tweede Straat Links en dan zo. En daar gaat tekenen ook over. Over een soort platte grond maken of over te zeggen: van, hier is een nieuwe wereld. Veel meer als de, als de schilderkunst. Of, dat waren dingen waardoor ik heel erg werd aangetrokken door tekenkunst en nog altijd eigenlijk. Uh, en dan ook het feit dat, die, dat de tekeningkunst. In vergelijking met de schilderkunst. De schilderkunst is oneindig op een bepaalde manier. Je kunt altijd blijven aanpassen en, en dat stopt nooit. Terwijl bij die... Wat ik zo aangenaam vond aan een tekening, is dat je begon te tekenen linksboven, bij wijze van spreken, en je eindigde rechts beneden en, en je tekening was klaar en je maakte een, een nieuwe tekening. Terwijl bij een, bij een schilderij zou je altijd kunnen denken: ik kan dit nog aanpassen of dit of dit. Terwijl een tekening, gemaakt er een en je maakt een volgende, dat gaat veel meer over een soort serie of zo. Wat dat ook een belangrijk ding is in mijn werk, dat dat serie tekeningen zijn en dat dat over, uh, over het verhaal gaat. En dat is dan misschien het laatste, dat, dat, dat verhalen uh, ook beter bij dat medium tekenen past uh, voor mij. Dus Er zijn een, een heel aantal dingen waardoor dat ik dacht, het werk dat ik wil maken hè, of wat dat mij interesseert, past gewoon heel goed bij, bij het medium tekenkunst. Dus ik wil dat medium als iets heel autonoom uh, beschouwen. Ja omdat ik zoveel de tijd hier in het atelier spenderen en eigenlijk weinig daarbuiten meemaak, omdat ik het liefst van al hier ben en hier bijna van morgens vroeg tot, tot s'nachts ben, uh, dacht ik, oké, okay, wat ga ik nu tekenen? Hè? Uh, ik ga niet tekenen over wat ik gedroomd heb of wat ik gegeten heb, want dat interesseert niemand. Hè. En ik moet iets doen met de tijd dat ik me hier in dit atelier bevind, hè, binnen die vier witte muren. En ik dacht, waarom? ...verzin ik niet een leven dat ik zou kunnen gehad hebben of zo? En toen kwam ik uh, met dat idee van die fictieve autobiografie uh, op de proppen, een beetje. En zo ben ik eigenlijk. Heb ik al mijn werk gezien van, van de laatste tien jaar, dat dat eigenlijk over een soort leven gaat dat ik nooit heb gehad. Hè. Dus wat ik eigenlijk doe is: ik verzamel beelden, hè. Uh, soms komen die. Soms zijn dat gevonden beelden, soms zijn dat beelden die ik zelf maak hè, in decors die ik bouw, hier in het atelier hiernaast. Um, maar ik beeld me eigenlijk in um, dat ik iets meemaak dat ik nooit heb meegemaakt. Dus heel mijn werk is, is iets fictief. Hè. Uh, omdat voor mij past dat heel goed bij het feit dat ik voor dat leeg wit blad papier sta. En heel veel tijd uh, heb om, om na te denken over een soort verhaal. Hè, of over narrativiteit, of over... Um, hoe dat dit beeld nu past binnen dat grotere verhaal van, van dat fictieve leven dat ik, uh, dat ik nooit heb gehad. Um, dus ik heb dat lang gedaan met, met gevonden beelden. Hè. Dus dan zocht ik elke dag op, op de computer of in magazines of zo afbeeldingen. Um, en die afbeeldingen die veranderde ik dan van context. Ik ging doen alsof ik in die beelden zat, hè. alsof ik een van die hoofdpersonages in die foto's was. Tot op een bepaald moment dat ik begon te denken van, ik zou graag nu die beelden zelf beginnen aan te Dus gebaseerd op die gevonden foto's ga ik echt scènes nabouwen in mijn atelier. En ga ik daar zelf in staan, zodat heel nadrukkelijk, dat ik zelf op die tekeningen sta. Dat dat een soort zelfportretten worden, maar zelfportretten als iemand anders. Hè. Dus als een soort karakter in mijn eigen werk. En dan ben ik daar veel mee, uh, ja, heb ik daar... Veel mee verder gewerkt hè? en is eigenlijk dat, die beeldhoudkunst terug in mijn werk uh, ingeslopen, hè? als een soort installatiewerk uh, um, of zo. Hè? Ja, um, dus al die decors dat we bouwen, die, die houden we nu ook bij, hè? als een soort sculptuur natuurlijk. Hè? En, en wat ik nu doe is eigenlijk, ik heb een klein idee van, ik denk, ik wil mezelf zien als zo iemand. Hè? Dan bouwen we een heel decor in kartonnen, in hout en zo. We bouwen dat helemaal af, dat duurt ongeveer een maand of zo. Dan ga ik daarin zitten, dan nemen we daar een foto van. En die foto is eigenlijk uh, het bronmateriaal voor de uiteindelijke tekening. Uh, dus ik denk, zoals dat een traditionele schilder honderden schetsen maakt voordat hij uiteindelijk aan een groot werk begint, maak ik zo'n heel decor, hè, en fotografeer dat en belicht dat helemaal uit. Totdat ik weet, oké, okay, zo uh, wil ik dat die tekening eruit ziet. En dan is die tekening eigenlijk een soort laatste stap of zo. Een soort Vertaling naar dat medium. Uh, wel een heel belangrijke vertaling. Omdat dat uiteindelijk een tekening moet zijn. Hè? Wat ik daarvoor allemaal zei. Waarom dat, dat belangrijk voor mij is. Dat uh, dat een tekening is. Uh, maar dat is een beetje het, het werkproces. En dat is nu de laatste twee jaar nog een beetje aan het veranderen. Omdat ik in plaats van daar een foto van te trekken. Nu die decors ben beginnen filmen. Filmen was altijd... Een belangrijke inspiratiebron. Hè. En daarmee dacht ik ook: van ik wil eigenlijk een nieuw medium vinden om die decors ook te documenteren. Hè. Omdat vaak als ik daar een tekening van maak, verdwijnen er heel veel um, details daarin. Hè. Of die decors zijn gemaakt in, in kleuren en die tekeningen bijvoorbeeld in zwart-wit. Dus daarin verdwijnt al een aantal ja, kostbare informatie of zo. Dus ik dacht: ja, waarom zou ik dan nu niet beginnen filmen en maak ik daar een soort film van die op zichzelf staat? Hè. Uh, mijn werk is al narratief, hè. film is ook narratief. Uh, dat wordt een film met ondertitels, hè. zoals dat mijn werk ook met ondertitels eigenlijk speelt. Dus dat ligt heel dicht bij elkaar, maar op, op een bepaalde manier zie ik dat als een soort um, parallel uh, spoor of zo. Hè. Dus je hebt die tekeningen aan de ene kant en nu aan de andere kant maak ik ook die film of zo. Uh, dus in die zin is mijn werk de laatste jaren. Aan het verbreden terug. Hè. Dus vroeger beschouwde ik mezelf echt puur als, als een tekenaar hè, die uitsluitend in dat medium tekenen eh, werkte. Maar gaandeweg ben ik in die tekeningen personages gaan bedenken, alter ego's hè, die, die andere dingen maakten hè, of, uh, of, of die decors beginnen maken. Eigenlijk een heel nieuw deel van mijn werk speelt zich nu af in dat ander stuk van het atelier. Hè. Die alter ego's maken bijvoorbeeld keramiek. Hè. Dat is dan werk dat ik daar maak. Dus die, die fictieve wereld die beschreven wordt in die tekeningen, wordt soms ook echt in, in de andere delen van het atelier. En daar hou ik wel van dat dat, dat dat schizofreen wordt, die praktijk. Dus dat je aan de ene kant die heel duidelijke zwart-wit tekeningen hebt en aan de andere kant heb je dat stuk van het atelier waar dat alles kan gebeuren. Maar het, zijn wel, het is wel heel duidelijk dat die tekeningen alles samenhouden. De tekeningen vertellen het grote verhaal. En die maken mogelijk dat er daar van alles kan gebeuren. Uh, in kleuren, in keramiek en in... Ja, uh, ja, het kan van alles zijn, ja. Ja, en daarom moet dat ook de hele tijd veranderen. En wil ik dat die decors niet te statisch worden en dat die heel licht zijn en in karton zijn. Omdat in je hoofd veranderen die settings ook de hele tijd. Hè. En ik wil dat hier elke maand iets nieuws staat, hè. Dat je hier binnenkomt en dat je een jungle ziet. En nu kom je binnen en je ziet een soort kamer met allemaal computers. Uh, een soort high-tech kamer die daar dan in, ook low-tech is, omdat dat allemaal uit karton is gemaakt en, en fictief. Zo. En ik hou er ook van dat je dan in die uiteindelijke tekening daarvan ziet dat dat een, een constructie is. Hè? Dat je voelt dat die fictieve wereld die ik verzin, dat, dat je ook ziet dat die fictief is in de constructie. Hè? Je voelt dat die computers niet echt zijn, dat die karton zijn. Hè? Dus in die film zie je ook iemand daarop typen. Maar je voelt dat die toetsen niet echt... Eh, Indrukbaar zijn, dat dat kartonnen toetsjes zijn. Dus ik wil spelen met een soort leugen. Hè? Uh, dus hè, dat mijn werk een leugen is over, over een leven dat ik nooit heb gehad. Maar het is heel nadrukkelijk een leugen. Ik wil niet dat je, dat je echt gelooft dat, dat ik in een jungle heb gezeten. Je ziet heel duidelijk dat het een kartonnen jungle is en dat alles zich hier binnen het atelier afspeelt, eigenlijk. Ja. Ik ben, ben begonnen met, met die met heel kleine kleurpotloodtekeningen, eh, als ik nog studeerde. Hè. En dat waren wel al verhalen zo, hè, maar die waren eigenlijk qua grootte hetzelfde als, als het beeld waarop ik het baseerde. Hè. Dus ik vond een foto in een krant en ik nam die grote over en... Ja, één op één. Ja. En dat was te doen met die kleurpotlood, omdat dat klein formaat was. Maar toen dacht ik van, ik wil die tekenkunst beschouwen als een, als een autonoom medium. Hè. En één van de strategieën om dat te doen, is om door het formaat op te blazen. Hè? Dat je er niet gewoon aan voorbij loopt hè? En dat de tekening niet ja. een soort dagboekfragment alleen is of in een klein schriftje uh, ja, ja, ja. of op klein formaat is. Ja. 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 Maar dan dacht ik van als die zo groot worden en met die kleurpotlood, dat, dat lukt me niet meer. Omdat dat wordt heel saai, heel snel en ik kreeg ook pijn aan mijn schouder. Dat begon te ontsteken en zo van, van de hele tijd dezelfde ja. beweging te doen. En ik wou dat daar ook een soort snelheid in zat. Omdat ik ook vind dat dat, dat met de tekenkunst verbonden is. Hè. Een soort snelheid uh, alleen, of in ieder geval voor mij toch. En toen ben ik overgestapt naar die houtskool. En dat had een heel groot um, uh, voordeel: dat ik heel snel kon werken. Hè. En, en dat het er niet, niet meer zo saai uitzag op, op groot formaat. dat je vlakken aan het inkleuren waard. En wat dat ook uh, werkte was dat dat. Uh, uh, dat al die beelden, hè, ik maakte toen grote series tekeningen, uh, bijeen Die waren allemaal uh, op dezelfde manier behandeld. Dat was allemaal zwart-wit, gewoon houtschool. Uh. En ik was niet meer bezig met te denken van welk soort blauw zou ik nu gebruiken en allemaal dingen die mij eigenlijk afleiden van waar ik mee wou bezig zijn met een beeld te tekenen en na te denken over welke plaats heeft die nu binnen het grote verhaal en welke tekst ga ik daar uiteindelijk bij schrijven. Hè. Hoe ga ik die? In, uh, in mijn verhaal inpassen of zo. Ja. En die kleur werd een soort obstructie, dus dan ben ik daarvan afgestapt en ben ik eigenlijk uh, alleen nog maar in zwart-wit beginnen tekenen met houtskool. Ook omdat ik dan een mooi uh, idee vond dat dat een soort basic materiaal is. Zo. Er is niks meer basic dan, dan een papier en houtskool. Dat is zo precies de traditie van, van het tekenen of zo. Ja, het is altijd moeilijk om een, om een definitie te maken, omdat elke definitie kunstenaars uitslaat. En dat, dat willen we natuurlijk niet doen, maar in het algemeen, of, of misschien beter voor, voor mij in het bijzonder zijn dat heel belangrijke dingen. Hè? Die snelheid en dat, dat mentaal denkproces en, en die directheid, hè? dat er fouten in elke tekening zitten. Fouten die je niet meer kunt aanpassen, omdat je niet kunt gommen of je kunt niet een laag over een laag zetten. Hè? Um, het feit dat, dat een tekening in één laag is, is, is voor mij ook belangrijk. Dat, um, dat het erop staat en dat het dan klaar is hè? Uh, en dat je dan naar de volgende tekening gaat, zoals ik nee. daarvoor al zei. Dat zijn voor mij belangrijke elementen van, van de tekening, maar er zijn even goede tekenaars als Paul Nobel die gigantisch lang aan, aan een tekening werken. Dus, voor hem is die snelheid veel minder uh, belangrijk. Maar in Paul Nobel's werk zit dan weer veel meer dat ontwerp in, of dat architecturaal ontwerp, of het plannen, plannen van een fictieve stad of zo. En daarin je, dat is dan weer een belangrijke definitie van tekenkunst die voor hem van toepassing is. Of zo. Ja. Ik denk dat er veel ideeën zijn en veel um, thema's waar dat mijn werk aan, aan raakt. Maar ik wil dat niet herleiden tot, tot één idee of, of ik wil niet zeggen van. Um, Um, we zijn allemaal iemand anders ofzo, of zo, uh, of we doen ons allemaal iets. Want dan herleidt het natuurlijk tot, tot enkel dat of zo. Ik denk dat mijn werk gaat over thema's die, die mij persoonlijk heel erg bezighouden. Als je dan over al die jaren terugkijkt, merkte dat het veel over authenticiteit gaat. Hè? Uh, wat is om een authentiek kunstenaar te zijn? En, um, dat komt natuurlijk ook. Van, van waar dat ik kom, uh, dat ik als kind nooit tekende ofzo, dus uh, dat ik me afvraag van uh, um, ja, wat is dan een echte kunstenaar, uh, dat romantisch idee, klopt dat wel, uh, kan ik mij inbeelden dat ik een andere kunstenaar ben, drie weken lang uh, een soort outsider maak in, in het atelier hiernaast en, en dan drie weken daarna mij weer inbeelden dat ik iemand totaal anders ben, een soort portretschilder gebaseerd op Alice Neel ofzo. Uh, en, en al die, Eigenlijk is heel mijn werk een soort uittesten van verschillende kunstenaarsposities. Hè. Dus dat is een beetje het paradoxale. Dat die tekeningen zien er altijd um, uit zoals dat ze eruit zien, heel strak in, in zwart wit hè. Je kunt heel duidelijk herkennen dat is een tekening van Remus. Maar wat dat je op die beelden ziet, is uh, zo divers. Hè. En één keer ben ik uh, een performance kunstenaar die. Die alleen uh, kan schilderen als ze ondersteboven aan een touw hangt. Of zo. En een andere keer ben ik een minimale kunstenaar. Nog een andere keer ben ik een, een professionele tennisser. Dus snap, het is eigenlijk um, dat uittesten van die verschillende personages. En uh, het u niet kunnen neerleggen bij, bij één enkel ding uh, waarover, waarover dat het voor mij gaat. Een uh, soort niet willen samenvallen met één ding. Terwijl dat paradoxaal genoeg het resulteert in iets. Heel herkenbaar. Uh, of iets heel eigen. Iets heel, uh, ja. Maar ja, zo'n boodschap ben ik altijd wat huiverachtig tegenover, omdat ik mezelf niet zie als een, een goeroe of een leermeester of, of denk van ik, ik moet iets vertellen aan de buitenwereld. En dat is wat ik ook eerder zei over, over het kunstenaarschap. Voor mij gaat dat over, over mij persoonlijk. Ik geloof echt dat ik dat voor, voor mezelf maak en, om betekenis te geven aan. Aan mijn wereld hè, en aan hoe dat ik mijn leven leid. Maar ik probeer hier in het atelier niet te denken aan, um, aan de mogelijke toeschouwers of hoe dat die dat gaan lezen ofzo. Ik wil dat als dat werk buiten gaat, dat dat voor mij betekenisvol is. En natuurlijk hoop ik dat er dat een er, um, soort groots gemene deler is waardoor dat iemand anders daar ook um, iets in kan vinden. Maar ik vind het niet mijn taak om, om te zeggen, uh, ik wil nu een politiek statement maken of ik wil u van gedachten veranderen of zo. Het gaat erover dat, dat ik mijn leven leefbaar wil maken. Ja. Ah, niet Sowieso. En de manier waarop dat je leeft, de positie die dat je inneemt, is al een statement dat je neemt. En je kunt zeggen dat is individualistisch en zo, maar ik denk dat klinkt negatief, maar daar is ook iets positiefs aan dat als iedereen zijn leven leidt, volgens. Ja, ik ben ervan overtuigd dat je een manier moet vinden om in het leven te staan en dat die manier singulier is. Voor mij is die anders dan voor u. En, en van zodra dat je op zoek gaat naar die singulariteit en die, die vindt, leidt het een soort betekenisvoller leven of, of, of krijg je die leven betekenis. En het kijken naar uw singulariteit en kan mij ook iets opleveren, omdat ik besef van, ah ja, Jan doet dit en dat. En dat. Die zit zo in elkaar en daar leer ik uit bij, snap je? En door mijn singulariteit te tonen en te tonen hoe dat ik hier werk, gaat iemand anders daar ook iets uit kunnen, uh, kunnen hebben. Of, of door naar de thema's te kijken waar dat ik mee bezig ben, of die teksten te lezen, gaat die ook wel nadenken. Maar dat is niet mijn eerste bezorgdheid of zo. Of, uh, want dan begint het fout te lopen, uh, denk ik. Allee, of dat werkt voor mij niet. Ja. ja, die teksten begonnen als een soort titels. Uh, en dat waren soms korte zinnen, zo, hè, um, die dan te sloganesk begonnen worden, vond ik. Of te, die hadden te veel een soort punchline uh, gehaald. Dus ik dacht, ik, ga, ik wil die langer maken als een soort titels die te lang zijn. Maar die spelen wel heel hard in op wat dat je te zien krijgt. Um, niet dat het een legende wordt of zo, hè, waardoor dat je het beeld kunt lezen. Maar ik denk dat je op taal, met taal op een totaal andere manier iets kunnen beschrijven dan dat je op een beeldende manier kunt doen en dat die twee elkaar kunnen versterken. Dus wat ik vaak doe is in die tekst iets beschrijven dat ik op een beeldende manier niet kan, uh, kan tonen ofzo. Um, en ik denk dat die twee elkaar altijd aanvullen, dus ik ben niet zozeer geïnteresseerd in iets dat elkaar afstoot zo, of, of dat er een soort breuklijn tussen bestaat, maar ik zie dat meer als een, als een aanvulling en ik kan me ook niet inbeelden dat, dat er veel tekeningen zonder tekst zouden zijn, omdat ik... Dat beeld op zich niet vertrouw of, of te veel open vindt tot uh, interpretatie. Ik kan er moeilijk tegen dat, dat hier iets buiten zou gaan dat te mysterieus zou zijn of te open zou zijn en te open zou zijn voor interpretatie. Ik wil dat dat heel duidelijk kaderd is uh, binnen mijn wereld en binnen mijn constructie, mijn verhalende constructie ofzo. Daarover gaat dat voor mij om die beelden. De plaatsen binnen een groter geheel en binnen een groter verhaal, dus daarom is die tekst zo belangrijk. En van zodra die tekst, dat is altijd het laatste dat ik doe, uh, is die tekst erop schrijven. Van zodra dat die erop staat is dat werk ook af en heeft dat ook een heel specifieke plaats binnen mijn, mijn groter verhaal ofzo. Ja. Maar ik zie die te teksten ook wel als een soort grafisch uh, element of ook als een soort tekenkundig ding. Als je die van versie op een of andere manier maken die die ook af, omdat dat zo'n andere manier van tekenen is als ik als ik toepas in dat beeld of zo, dat is echt de lineaire, heel harde manier van tekenen, terwijl de beelden zelf die ik teken daar werk ik nooit met een lijn of zo. Dat zijn allemaal vlakken tegen elkaar en daar zit ik eigenlijk dichter bij een soort schilderkundige manier van tekenen. Dus puur formeel werken die twee ook samen. En ja, ja, natuurlijk. ja, tuurlijk, ja. Ja, en ik weet ook niet, ik kan ook niet voorspellen wie dat die teksten leest en wie niet. Ja. Uh, soms als je een tentoonstelling van mij bezoekt, moet je veel tijd steken in je teksten te lezen. En ik besef ook dat die, dat, dat iets is die iedereen doet. Maar dan zijn ze toch aanwezig als, als tekens of zo. Of uh, ja. merkte wel dat er informatie is. Je kunt ook beslissen om het niet te lezen, maar je, je weet wel dat er iets aan de hand is of zo. Wow, ik denk dat... um, ja, in het begin maakte ik gewoon een tentoonstelling met, met tekeningen alleen. Hè. en gooide ik eigenlijk al die decors altijd gewoon in het containerpark. Totdat dus ik door had van ja, de, die zijn te knap om, om weg te gooien. En dan ben ik die ook beginnen tonen uh, in de tentoonstelling. Maar ik wil eigenlijk niet dat je in die tentoonstelling binnenkomt nu. Hè. Dat ben ik nu aan het denken en je kunt zien van. Uh, dat je een soort maakproces of zo. Dat je ziet van dat het decor dat, dat niet functioneel wordt of zo. Ja. Dus dat de, de objecten ook er staan als cultuur eigenlijk. Als cultuur. Voilà, ja. Dus daar wil ik nu proberen met enerzijds die film te maken die op zich staat. Hè. Uh, anderzijds decors te maken die ook op zich staan. Keramiek te maken die op zich staat. En ook die tekeningen te maken die. Die film die zie ik echt als een, soort, ja, als een projectie hè, binnen het museum of de galerie. Uh, en die toont een heel aantal scènes aan elkaar. Die zal ongeveer een half uur tot veertig minuten duren of zo. En je krijgt ook een verhaal dat verteld wordt. Net zo, dat werkt eigenlijk op, op net dezelfde manier als die tekeningen, maar dan in film. Dus dat is eigenlijk hetzelfde idee dat, dat de aan de basis ligt, maar dat is in een ander medium. En dat interesseert me nu om, om datzelfde basisidee op, op verschillende mogelijke manieren uit te werken. In, verschillende media. Dus meer en meer begin ik die tentoonstellingen ook te zien als een soort, um, wat ik eerder zei, een soort inkijk in een universum of zo. En, en niet uitsluitend als, als tekenaar of zo. Wel waarin die tekeningen een heel belangrijk onderdeel is. Ik ben... Vroeger dacht ik altijd, ik zou nooit een tentoonstelling kunnen maken zonder die tekeningen. Maar nu met aan die film te werken, denk ik wel, ja, ik zou eigenlijk ook gewoon die film kunnen tonen, dat is ook een deel, deel van mijn werk. Of gewoon zo'n decor kunnen tonen. Dus meer en meer begint dat zich wel los te koppelen of zo. De eerste keer dat je... Ik zie dat als een soort laatste stap, zeker een tentoonstelling maken. Omdat je dan, natuurlijk werkt je altijd in een soort context van een tentoonstelling. Alleen, of dat doe ik toch, van ik maak nu een tentoonstelling voor in Berlijn en dat is dan specifiek voor die ruimte gemaakt of zo. Hè? Dus dat zie ik als een soort finale stap. Uh, en dat geeft ook een goed gevoel als je het aan het opbouwen bent, dat het uiteindelijk in die context uh, uh, getoond wordt ofzo. Omdat ik geloof wel in de context van de galerie en van het museum enzo. Het is niet dat ik daarmee wil breken. Anderzijds, die kunstmarkt is iets totaal anders. En die probeerde natuurlijk niet binnen te laten in het atelier. En daar uh, probeer ik niet te veel mee bezig te zijn. Maar dat is een noodzakelijk kwaad, daar moeten we wel mee bezig zijn. Je kunt dat ook niet negeren, maar natuurlijk werk ik samen met, met galerieën die, die mij daarin uh, assisteren en helpen en die ja maar dat is iets waar dat je mee bezig moet zijn en ook heel hoe dat je zegt um, op een precaire manier mee moet omgaan denk ik. Je kunt niet gewoon alles naar buiten laten en zeggen nu staan aan andere mensen of zo. Uh, daarvoor is dat te gevaarlijk of, of ja dat is mijn werk. Ik wil dat dat met zorg behandeld wordt en, en in de juiste context getoond wordt en bij de juiste mensen belandt. En, en dat is iets waar je geen 100% controle over kunt houden, maar je kunt wel je best doen om dat zo goed mogelijk uh, in goede banen te leiden samen met de galerie dan of zo. Even mensen samen. Ja, ja, voilà. Dus ja, absoluut. Dus die, galer-, die relatie galerist-kunstenaar is een, ja, een belangrijke. Belangrijke relatie voor mij. Uh, ja, en dat is een hedendaagse kunstwereld, denk ik. Ja. Die dat je ook niet kunt negeren of zo. Of uh, je kunt wel heel romantisch doen en zeggen: Het gaat voor mij enkel om, om het werk in het atelier. En dat is natuurlijk dagelijks het allerbelangrijkste. En dat moet in de eerste plaats goed zitten en, en goed voelen. Anders komt de rest niet. Maar dat andere deel is ook, ja, steekt er ook heel veel tijd in. Uh. Ja, je moet wel rekening houden met dat je in een ruimte aan het opbouwen bent waarin mensen gaan binnenkomen, en hoe dat een totale vreemde dat werk gaat lezen. Snap je bijvoorbeeld al de eenvoudige vraag bij mij is: als ik een verhaal maak, ga je dat opbouwen van links naar rechts. Hè? Dat je duidelijk weet: dit is de eerste tekening en die moet ik eerst lezen, en, dan, en zo krijg ik heel het verhaal. Dus ik moet ergens wel met een toeschouwer bezig zijn. Hoe Hard dat ik dat eigenlijk ook niet wil, maar uiteindelijk in die laatste stap moeten we wel denken van uh, ja, hoe gaat, dat, hoe gaat dat gelezen worden ofzo. Ja. ja, ik zie een grote evolutie, alhoewel dat ik nog jong ben natuurlijk hè, en niet kan terugkijken op 30 jaar of zo. Ik kan dan wel de geschiedenis een beetje kennen ja, maar ik zie wel al een evolutie in de 10 jaar dat ik bezig ben, hè, of 15 jaar, dat die tekenkunst um, meer op de voorgrond komt, sowieso. Er um, worden meer en meer tentoonstellingen gedaan, specifiek gewijd aan tekenkunst. Hè, of um, er zijn meer en meer kunstenaars die dat als een autonoom medium gaan, gaan beschouwen, of dat als een belangrijk onderdeel binnen hun praktijk zien: uh, uh, het werken op papier of, of een tekening maken, of uh, hoe dat je dan tekenen ook wilt definiëren. Um, en Je ziet dat bijvoorbeeld ook in, in opleidingen, hè, dat, er, dat er nieuwe opleidingen komen die tekenkunst heten. Dat hadden vroeger ook niet. Als ik begon te studeren, was die er niet die opleiding. En nu denk ik dat ze in het kask in Gent een, een uh, opleiding tekenkunst hebben. Dus dat is eigenlijk een hele grote stap. Uh. So, ja, wat zou daar de reden? Misschien de enige reden dat ik hier kan bedenken, is dat er een aantal heel goede kunstenaars zijn die, die zich echt specifiek op, op dat tekenen hebben gestort en dat we dan meer en meer hebben gezien van ah, dat is ook een waardevol medium ofzo. Uh, maar dat is de enige goede reden waar ik zo ineens mee op de proppen kan komen. Dat er... Ja, en ik denk ook dat er een soort verbreding sowieso is binnen de hedendaagse kunst van media. Hè. De, uh, je hebt nu ook um, 3 d sculpturen je gaat ook binnenkort virtual reality-achtige werken krijgen. Je ziet dat er een soort high-tech werken met Jordan Wolfson-achtige kunstenaars zijn die... Die met nieuwe media bezig zijn. En ik denk ook dat je bijvoorbeeld mensen zoals Robert Crumb, die toegelaten allee, toegelaten, die omarmd zijn door de kunstwereld, volledig terecht. Hè? Die, dus dat er een soort uh, verbreding is binnen, binnen een aantal. Ja, waarin dat ik denk dat je in, in de jaren 50 eh, in het modernisme toch veel meer toegespitst was op, uh, ja, op de schilderkunst. Hè? Kijk maar naar die Amerikaanse schilderkunst en Clemens Greenberg. Die, die een aantal mensen naar voren schuift, dat gaat toch veel meer over dat, over dat medium. Um, en dat zien we dan toch ja, met de pop-art die dan komt en zo verschuiven helemaal. En met mensen als Rauschenberg die dat, die dat dan die Erased Willem de Kooning drawing uh, toont. Ja, dat gaat dan ook al meer over dat tekenen of de collage komt dan of de zeefdruk en dan komen die films van Warhol. En dan, dus dan begint dat te verschuiven. En dan, als er zo'n prijs bestaat voor de tekenkunst, komt dat alleen maar de tekenkunst ten goede denk ik of zo, of gaat dat ook een soort um, gaan mensen zich daar bewust van worden van dat is een medium van de kunsten of zo, een specifiek medium en daar kun je ook iets in doen specifiek gerelateerd aan dat medium of zo en dat vind ik interessant als je dan naar de tekenprijs in het bijzonder kijkt in Ronze, dat daar veel Mensen puur met dat tekenen bezig zijn en dat je die definities die ik in mijn hoofd heb, of die ik ooit heb gemaakt van dit is tekenkunst, dat je die daar toch vaak ziet terugkomen. En dat je ziet dat mensen daar toch mee bezig zijn. Los daarvan vind ik die prijs interessant omdat je omdat dat medium tekenen zo toegankelijk is, dat je zo'n grote toestroom van van uh, kandidaten krijgt. Dus zijn mensen uh, die dat op hun zolderkamer aan het tekenen zijn, maar dat zijn ook kunststudenten, of dat zijn mensen die al afgestudeerd zijn en, en, en al jaren aan het tekenen zijn. Dus die uh, dat totaal breed uh, um, instroomveld is super interessant, vind ik. Zo, dat je. Het enige probleem natuurlijk met wedstrijden. Uh, in het algemeen is dat je werk beoordeelt op basis van, van de ingezonde werken en dat is natuurlijk altijd een moeilijkheid en daarin denk ik dat je dan als jury soms een fout kunt maken, want niet elke jury is natuurlijk totaal objectief of juist, hè. waarin dat je soms iets kunt missen omdat je, de, omdat je maar drie werken ziet of zo en dat het soms ja, dat je naar een grotere uivere moet kijken om, om die tekeningen een plaats te kunnen geven of zo. Maar dat, dat is niet te vermijden en dat is in elke prijs niet te vermijden. Dus uh, ja, ja. Da, daarom moeten geen wedstrijden afschaffen. Of, of, uh, maar ik denk dat dat, dat dat iets is, als je aan een wedstrijd meedoet, dat je voor ogen kunt houden. Het is ook maar een wedstrijd en het is ook maar een, een bepaalde een momentopname en een subjectief oordeel van, van een jury op die bepaalde dag. Of zo. En dat is zeker niet de waarheid. Uh, dus het is niet als je nooit die prijs gewonnen hebt dat je geen waardevolle tekenaar bent. of zo. Ja. En ook ja, dat is natuurlijk dat is het leuke aan een prijs hè, dat je die kunt winnen. En als je die wint, is dat, is dat leuk. Alleen dat, dat is het spannende ook van de prijzen. Daar zit ook een soort spelelement aan. Dat ik leuk vind, je, je waagt een kans. Hè. Die kans is open. Je kunt dat gratis toesturen en je kunt er iets voor, voor terugkrijgen. En als je die prijs wint, kan ik mij inbeelden dat dat een enorme stimulans is. Hè. En dat je denkt van, ah oké, okay, dat, dat kan iets zijn, dus ik ben zeker pro prijzen of zo. Allee, de, ja. Ik vind het leuk om daar elk jaar met die, met die mensen hè, die uh, naar al die inzendingen te kijken. En, en, um, en dingen te ontdekken en totaal open te kunnen blijven. En, en, um, uh, en elk jaar eigenlijk een soort herinnering krijgen van... Hoe ongelooflijk knap medium dat dat is en wat dat daar allemaal in kan. Zo, een soort reminder aan uzelf van um, ook van de, van de totale gedemocratiseerde uh, waarde van die, van die tekeningen. Als je ziet hoeveel mensen dat daarmee bezig zijn en hoeveel mensen thuis aan het tekenen zijn, dat vind ik een ongelooflijk uh, besef. Voor mij, ik vind dat interessant jaarlijks. Voor mij voelt dat niet aan van. Uh, nu weer al ofzo. Ik denk dan eerder van ah ja leuk, het is uh, december en, en uh, we kunnen nog eens samenkomen en daarnaar kijken en ik vind dat er ook genoeg... Je merkt wel dat een aantal dingen terugkomen ofzo, maar dat, ik, zelfs dat vind ik interessant, dat je iemand kunt volgen in zijn, in zijn ontwikkeling ofzo. Uh, en wat ik eerder zei, gemerkt dat er zoveel mensen mee bezig zijn. Ik heb niet het gevoel dat dat verzadigd wordt of zo. Dus ik denk wel dat dat goed is om, om zoiets jaarlijks te doen. En, uh, ja, dat, dat zou ik niet direct veranderen. Um, ik hoop ja, dat die prijs meer en meer uh, gegeerd zal worden of zo. Hè. Of dat je die. Ja, dat ik internationaal ik denk het, zou, je internationaal zou, zou interessant zijn, denk ik. Um, ja tuurlijk waarom niet ik denk hoe meer dingen dat er binnenkomen hoe, hoe leuker dat het wordt en hoe beter dat je kunt selecteren hoe, uh, ja.